En dan nu een nieuwe aflevering van Buurvrouw en Buurman. Buurvrouw en Buurman, samen weer op pad. Bam, da, bam, bam. Buurvrouw en Buurman, als het regent word je nat. Haveloodjournaal, regio Delfshaven. Bezopen straf voor café. Wie heeft het beste idee? Duurzaam Schouwburgplein. Stadspodium Rotterdam gaat weer van start. Blij met renovatie van Manenbad. Meer toeristen, meer hotelratten. Niemand aangetroffen. Kijk, Hortensia ook in de aanbieding. Oh, wat leuk. Hortensia, €4,99. Tips voor meer zelfvertrouwen. Maagverkleiningsoperatie. Ja. Voor wie is dat bedoeld dan? Ik denk voor morbide obesitas. Nou, dat is wel een hele chronische ingreep, hoor. Ach, ja. Ja. Nee, zover ben je nog echt niet. Nee? Nee, je hebt een goddelijk lijf. Oh, ik zeg het eerlijk. Ja. Ik zie je wel eens in de tuin zo naar beneden en dan zie ik je zo in je zwembroek. Ja, de plantjes zo'n beetje, die hortensia. Daarom zei ik, hij is in de aanbieding. Ja, leuk. Even kijken hoor. Wie heeft het beste idee, lees ik hier. Tientallen deelnemers aan de Aardig Onderweg Awards. Die hebben zich mogen presenteren afgelopen zondag in het Luxor Theater. Nou, ik ben benieuwd wie de jury natuurlijk gaat kiezen. En dat was afgelopen 26 juni. Wij hadden natuurlijk als haveloodslezers, professionele haveloodslezer en lezeres... hadden wij natuurlijk ook mee kunnen doen. Ja. Had zomaar zeker met die blouses. Ja, zo, dat is zat toch ze netjes. Even afgeleid. Ja, maar dit is, zijn. Ja. Dat zijn er net hortensia's. Ja, dit zijn ook hortensia's. Ja, kijk maar. Ja, een hortensia en de bladeren. Ja. Nou, en dat is dus allemaal hele mooie blouse. Goeiedag. Tot ziens. Tot de volgende keer. Haveloodsjournaal, regio Delfshaven. Ja, goed nieuws. Ja, pittig nieuws, zeker weten. Ja, ja. Nee, dat vind ik goed te doen. Ja. Koffie? Nee. Leuk. Pennootjes.